De autoriteiten moeten snel aandacht besteden aan het aantal COVID-19 besmettingen in de strafinrichting Santo Boma. Dit zegt advocaat Erwin Kanhai tegenover onze nieuwsdienst. Er zijn genoeg gevallen van besmettingen binnen deze grote strafinrichting bekend, die een dringende actie van de overheid vereisen. Ja, iedereen weet het, alleen het Openbaar Ministerie weet het niet. Dus dat is ook vreemd. We hebben het gisteren gezien. Gisteren waren we in Santo Boma, meneer Kraag en ik. En we hebben gezien hoe mensen worden afgevoerd en geïsoleerd. Alleen het Openbaar Ministerie heeft daar kennelijk geen rapportage van gehad. In Santo Boma lijkt het erg, dus ik kan het zo niet inschatten. Maar wat ik gezien heb. En als je dat ziet, dat mensen zo worden afgevoerd en in isolatie worden gezet, dan maak je je wel een beetje druk, ja. Ik geloof dat je mensen moet beschermen, toch? Dus als je ze buiten die besmettingssfeer kan houden. Kanhai zegt dat arrestanten en medewerkers in Santo Boma en andere strafinrichtingen beschermd dienen te worden. Hij trok vandaag aan de bel tijdens de voortgang van de strafzaak tegen gewezen centrale bankgouverneur Robert van Trict. Kanhai is de mening toegedaan dat arrestanten en personeel van Santo Boma ingeënt moeten worden om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus. Kantonrechter Maitri Kuldeep Singh zei vandaag tijdens de behandeling van de strafzaak dat er momenteel wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van vaccins. Minister Amar Amadine van Volksgezondheid was niet bereikbaar voor commentaar.